Nee. Er gaan nog illustraties komen. En ja, Alex die weet daar meer van. Hij is ook freerunner. En daarom wou ik graag dat hij het ging doen. Ja, ik ben ook bezig met schilderen. Ik ben een van de vier jongens die, waarvan Henk heeft gevraagd of we dat willen doen. Ja, we zijn nu eigenlijk alleen nog maar achtergronden aan het maken. Dus wat je nu ziet, ja, het ziet er nu eigenlijk best wel blij uit met allemaal kleurtjes. Maar zie het als de achtergrond op je tekening. Hier wordt dus allemaal nog overheen geschilderd. Ja, maar ja, het moet wel eerst gebeuren. Dus we krijgen hulp van aardig wat jongetjes en zo. Dus, Het is nu allemaal nog grondverfwerk. We hebben ook een budget gekregen waarbij het belangrijke is dat het wel geverfd wordt. Dus dan begin je gewoon met grondlaag. Dus we kijken eerst hoe ver we daarmee gaan komen. Daarna gaan we figuratiever op met zwart, wit en wat neonkleuren waarschijnlijk. Ik denk dat we vandaag al kunnen beginnen aan de illustraties. En dat we morgen al kunnen gaan inkleuren bij de illustraties. Ik kom hier vaker. Ik ben ook tijdens het bouwen hier geweest, laat maar zeggen. En, ik ben zelf ook gewoon freerunner. Dus ik train hier zelf ook gewoon. Maar daarom is het helemaal mooi als je dan ook gewoon kan schilderen gewoon in je eigen plek. Nee, ja, het is eigenlijk best wel losjes. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen, hoe noem je dat? Stijl in tekenen. Ja, het sleutelwoord is buiten gewoon. Dat klopt. We zijn een crew, buiten gewoon. Nou, kijk, buiten schijnt de zon. Dat is één ding. Buiten gewoon is wel terug te vinden in het buiten. In freerun. Het is niet alleen freerun kunst. Het is niet alleen kunst. Buiten ontmoet je mensen. Het gewone. Buiten gebeurt het. In muziek. Het buitengewone. Buiten kom je mensen tegen. En beatmakers. Je moet dat combineren. Een groep ambitieuze jongeren die echt iets wil. Buiten gewoon samen met buiten het gewone. Het ziet er space uit waarschijnlijk. Gewoon niet hedendaags, laten we het zo zeggen. Ook gewoon ja, een mix gewoon tussen waarschijnlijk ook wel gewoon organisch en robot. Give the name, weet je. Ik ben Luma en dit is mijn boek. Ik heb het eigenlijk altijd bij mijn boek. En ik teken er gewoon alles in wat ik wil tekenen. Ik werk niet heel veel met kleur, maar soms wel met heel veel kleur. Want ik wil wel met kleur werken, maar ik heb eigenlijk geen materiaal. Maar ik ga nu naar het Gruis Lyceum. Dus dat komt goed. Dit is er nog één met kleur. Meestal teken ik gewoon, voor de grap, begin ik gewoon met een lijntje. En uiteindelijk loopt het uit de hand en dan wordt het dit. Ik baar er wel gewoon even doorheen. Dan zie je wat ik ongeveer maak. Zoals ik al zei, ik heb het altijd bij. Zodat als ik inspiratie krijg of zin heb om te tekenen, dat ik kan gaan tekenen. Maar ik maak ook dingen soms niet af als het me niet bevalt. Dan sla ik gewoon de pagina om en dan begin ik gewoon verder. Want als ik een tekening zou maken die ik vervelend of niet leuk zou vinden, dan heb ik ook echt niet meer de motivatie om hem goed af te maken. Maar zo krijg je dan ook echt de tekeningen die wel goed zijn, dat die echt ook kwaliteit hebben. Ik heb een vriendin en ik ben echt helemaal gek op deze tekening. Die is echt heel druk en alles is, er gebeurt van alles in het beeld tegelijkertijd. En dat is ook gewoon hoe ik me voel als ik bij haar ben. En dat wil ik dus in een tekening stoppen, dat je echt het gevoel krijgt wat erbij hoort. En dat als je ernaar kijkt, dat je ook echt zelf het gevoel krijgt.